Het is geen alledaags gezicht. Mensen in maatpak op een fiets. Maar vandaag vindt voor de derde keer het Benelux-kampioenschap voor vouwfietsen plaats. Het dragen van een pak met das is daar verplicht. Al geven sommige deelnemers er wel een heel aparte interpretatie aan. U ziet er fantastisch uit. Helemaal klaar om deel te nemen aan een fietsrace. Ja, ik kan het niet van de snelheid halen. Dus is het kostuum misschien belangrijk, of zeker belangrijk. Anderen kiezen voor een korte broek. Het is een beetje als vloeken in de kerk. Nee, dat is juist. Ik heb de pijpen eraf geknipt om dat iets vlotter rijdt dan een echte kostuum. Het is niet altijd de snelste die wint. Er is ook een zekere behendigheid vereist. Dus bij de vouwfiets is niet alleen hoe snel die kan rijden, maar wat ook belangrijk is hoe snel die opvouwt en hoe goed je daarin bent. Dus wat we doen is een Le Mans start. Wat eigenlijk wil zeggen dat je loopt van de start naar de startgrid. Je vouwt je fiets open en dan vertrekt de race. En ook bij de finish moet je de fiets opgevouwen hebben. De winnaar van dit jaar is daar alvast erg bedreven in. Hij klaart de klus in amper 6 seconden. En hoewel het een Benelux-kampioenschap was, ging zowaar een Italiaan aan de haal met de overwinning.